Ja, ik ben hier bij de KABK en ik zie hier de meest vreemde dingen aan een lijntje hangen. En dan denk ik bij mezelf, hé, dat lijken wel dingen die wij altijd weggooien. En die worden inderdaad verzameld in bakjes. En de bedoeling daarvan is dat we dan daar bijvoorbeeld een kopje thee van gaan zetten. Nou, dat gaat de maakster ervan gaat dat even uitleggen, want die heeft dat samengevat in een ei. In een en het is een boekje, dat noemt zij een boekje. Het gaat open en dan zit daar een boekje in. En daar staat dan weer op van wat je zou kunnen doen. Ja, wat? Nou, er staan alle planten in nagetekend die ik heb gevonden in schillen. Oh, ja. Verdeeld in drie delen. Ja, grappig. Ja, nou, ik ben benieuwd of het aan gaat staan. Het is natuurlijk wel heel erg actueel in verband met mensen die nogal heel snel iets weggooien tegenwoordig in de wegwerpmaatschappij. En daarom ben ik dit ook eigenlijk niet meenemen, want ik heb nu gezien hoe het werkt. En dan heb je weer een extra ei of een extra boekje voor uit te delen. Speciaal voor mij. I have to tell you something about my work. Actually, I don't have much to tell you about my work, because I don't know what it is. Therefore, I wrote my thesis full of drawings, because that is how I feel about it. And all these drawings are an answer to my question, of which I don't have a... Presentation. So, what are these drawings? I call them the shadows of the mind. They gradually evolve as a kind of intuition. A kind sort of drawing. What a shadow of the mind is, I'm not able to tell you. And I'm not going to tell you what you have to think. But since I've written also some words as an appendix to my thesis, I will end this speech with a shadow of the mind in words, and that is, everything grows into nothing, and nothing grows into everything. Maybe I should have said nothing. Thank you for listening. Experience the shadows of the mind. Te kunnen maken. Ja, om gewoon om deze wereld te mogen zijn, heb je dus allemaal contracten. Zo. Dat is precies de wereld waar ik zo ontzettende hekel aan heb. Alle projecten vandaag heb ik denk aan film, deze. Ik denk aan... That's nice. Yeah. There's no soup in it. It's actually a project to actually show that we are not really eating the food anymore, because we are, like, when you walk into the supermarket, we just see images. So we rely to be guided by packagings rather than the real food itself. Yeah. Yeah, so it's basically a criticism, like, towards consumerism nowadays. Oh, yeah, indeed. It's nice, but you have to put
everywhere batteries in it. Oh, yeah, yeah. I'll change the batteries. Yeah. You don't have to show this. Yeah, exactly. Soup in it. Oh, no.